zit vandaag in GTA 5 als Michael. En ik zit netjes in het pak. Ik heb mooie kleding aan en hier zijn we bij Michael zijn huis. Het is heerlijk weer en het zonnetje schijnt. En we gaan vandaag kijken wat het goedkoopste voertuig is en het duurste voertuig hier in GTA 5. Dat kan een goedkope fiets zijn, maar dat kan ook een hele dure vliegtuig zijn. Maar ik denk dat we de auto's gaan checken. Want er zijn namelijk enorm dure auto's in GTA 5. En daar gaan we vandaag achter komen. Welke het goedkoopste is en welke het duurste is. Laten we het samen gaan beleven. Laten we een like challenge doen. Ik heb namelijk gehoord als jij wat blauw duimpje omhoog drukt binnen 3 seconden. Dan krijgen wij voor onze neus de goedkoopste voertuig in GTA 5. Dus om daarachter te komen, knal het zeker even op blauw duimpje omhoog. Binnen 3, 2, 1. Er is niks gespawned. Oké, nee, wacht. Ik heb nog een manier. Laten we het abonneerknopje proberen. En het belletje natuurlijk, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan ben je geabonneerd, is het zeker goed. Maar al ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan binnen 3 seconden. 3, 2, 1. Het is gewoon gelukt. We hebben de goedkoopste voertuig. Wat is dit? Dit heb ik nog nooit gezien in GTA 5. Dit is een of andere motor van metalen buizen. Wat lijkt alsof dat op de vuilnisstort is gehaald. En een of andere houten wiel. Dit ziet er echt enorm skeer uit. Maar is dit echt daadwerkelijk in GTA? Ja, wat de hek? Maar laten we gewoon even opstappen. Wat? Oké, we doen even onze helm op. Ja, dat is zeker wel nodig met deze motor. Ik denk dat het een motor is. Kan dit ding überhaupt rijden? Ja, dit ding kan überhaupt rijden. Maar is het vertrouwbaar? Ik denk het niet. Het is niet betrouwbaar. Maar we kunnen wel ook een wheelie doen. We kunnen gewoon een wheelie doen. Wat dan? Ik denk dat dit ding misschien 50 cent kost of zo. Maar ja, het is wel een mooie motor. We kunnen gewoon een wheelie doen. Oh, oh. Oh, we vallen op onze kont. En er komt allemaal bloed uit onze kont. Oké, dat is een beetje raar. Dan is die helm toch wel nuttig geweest. Maar ik kan ook niet eens meer opstappen op deze motor. Oké, dat is maar beter ook. Want die motor is nu al kapot volgens mij. Want dat ding spoort voor geen meter. Maar laten we nu even gaan checken wat het goedkoopste voertuig is in GTA 5. Buiten natuurlijk de motor. Die motor die we zo net hadden. Oké, we hebben verschillende websites op internet natuurlijk in GTA 5. Zo hebben we de Legendary Motorsport. Alleen hier komen we zo meteen, want hier hebben we de dure auto's. Maar daar komen we straks. Maar volgens mij is dit de website waar je goedkopere auto's kan kopen in GTA 5 Story Mode. Alsnog zijn er dure auto's zoals deze die bijna 4 ton kost. Maar we hebben hier ook een die is maar 42.000 euro. We hebben hier een motor, die is ook best wel duur. We hebben hier een busje. We hebben hier allemaal andere auto's. Deze kost ook al 18.000 euro. Dit is de goedkoopste die we tot nu toe hebben gezien. We hebben hier ook al hele andere dure auto's. Deze kost bijna 500.000. Dus dit zijn ook wel dure auto's. Maar deze website heeft ook gewoon hele goedkope auto's tot deze 16.000 euro auto. Dat is op dit moment nog het goedkoopste. En we hebben hier natuurlijk motoren. En even zien, die zijn het goedkoopst. We hebben hier een van 10.000 euro, 9.000, 10.000, 8.000. Dat is goedkoopst. 9.000. En we hebben hier 7.000. En we hebben hier een 5.000 euro scooter. Ik denk dat dat het goedkoopste voertuig is. Om dat zeker te weten, kunnen we hierboven de prijs sorteren. En kunnen we kijken of dat daadwerkelijk de goedkoopste motor of voertuig is. En dat klopt, het is het goedkoopste voertuig hier in GTA 5. 5.000 euro in GTA 5 is bijna niks. Dus laten we deze kopen. Bye, let's go. En ja hoor, we hebben hem voor onze neus. En ja hoor, dit is de goedkoopste voertuig in GTA 5. Het is geen auto, maar het is wel een scooter. Het is wel het goedkoopste voertuig. Dus we moeten zo meteen nog even gaan kijken wat het goedkoopste autootje is. Maar ja, dit is wel een hele toffe scooter. Maar ja, dit is dus het goedkoopste voertuig in GTA 5. Maar natuurlijk niet het goedkoopste auto. Dus laten we deze scooter gelijk weer even dumpen. Want ja, ik wil kijken wat de goedkoopste auto is. Maar ja, dit is het goedkoopste voertuig dus. Oké, we hebben hem weer gesorteerd op de prijs. En dan zien we natuurlijk dat dit het goedkoopste voertuigje is. Er kunnen 2 personen op. Maar we moeten naar het goedkoopste voertuig. Oftewel een auto. En hier hebben we de goedkoopste auto. Van 16.000 euro. In het echt is dat best wel veel geld. Maar in GTA 5 totaal niet. Laten we deze auto ook gaan kopen. Zo te zien is alles verroest. Je kan hier gewoon al die afbeeldingen zien. De achterkant ligt er al vanaf. En ja, dit ziet er gewoon niet uit. Het ziet ook helemaal bestoft uit. Maar deze kunnen we natuurlijk ook gaan oppimpen. Maar laten we hem eens kopen. En ja hoor, we hebben hem gekocht. En moet je eens even kijken waar we nu in rijden. Ik heb deze natuurlijk wel vaker gezien in GTA 5. Maar moet je even kijken. We hebben hem nu mooi in het oranje. Maar kunnen we deze auto ook oppimpen? Misschien kunnen we hier wel van deze goedkoopste auto een hele mooie auto van maken. Als we hem gaan oppimpen. Maar dan komen we maar natuurlijk op één manier achter. Dus laten we naar de Los Santos Customs gaan. Maar ja, is dit een mooie auto? Nee, het is niet echt een hele mooie auto. Kunnen we hem ook van binnen zien? Oh, alles is verrot aan de binnenkant. Moet je kijken dan. Ik zie daar zelfs kabels. Er zit niet eens een radio hierin. Ja, dit is wel echt de goedkoopste auto hier in GTA 5. Maar wat ik al zei, we zijn bijna bij Los Santos Customs. Oftewel, we kunnen deze auto misschien wel een beetje oppimpen. Zodat hij straks misschien wel lijkt op een echte hele dure auto. Maar daar komen we natuurlijk maar op één manier achter. Dus laten we hier naartoe binnenrijden. En laten we kijken wat deze meneer voor ons kan doen. En misschien kunnen we er hier wel een enorm mooie auto van maken. Wie weet. En daar komen we op één manier achter. Want we kunnen dat nu zien. We kunnen natuurlijk de sterkte van de auto aanpassen. Laten we dat gewoon doen. We hebben toch genoeg geld. Rechtsbovenin heb ik iets van 21 miljoen euro of zo. Wat is het? 214 miljoen euro. We hebben
hebben genoeg geld. Dus we kunnen gewoon alles even upgraden. De brakes, oftewel de remmen. De engine, oftewel de motor, kunnen we heel goed upgraden. De horn, oftewel de toeter. Welke is leuk? Die is leuk, die klanktoeter. Die gaan we doen. De lights kunnen we natuurlijk aanpassen. Oftewel dat het een blauwe lamp is. Dat gaan we ook gewoon doen. We kunnen ook een neon kit eronder doen. Oh, dan kan dat serieus. Oh, dat is sick. Welke kleur kunnen we? Oh, blauw en yellow. En oh mijn god, moet je kijken wat we allemaal kunnen doen. We gaan gewoon yellow doen, want de kleur is ook geel. Oké, we kunnen de plate aanpassen naar zwart. Oké, we kunnen hem resprayen. Oftewel, we kunnen hem andere kleur gaan geven. Had ik hem net... welke kleur kunnen we hem gaan geven? Ja, rood is wel een mooie kleur, hè? Ja, ik vind rood wel een mooie kleur. Oké, we kunnen de suspension kunnen we doen. Oftewel, dat hij naar beneden staat. Dus dat hij best wel laag op de grond ligt. En we kunnen dit soort dingen... We kunnen hem nog een turbo geven, waardoor hij veel sneller is. We kunnen de banden zelfs aanpassen. Oké, hij lijkt nu al wat mooier. We kunnen de banden aanpassen. Oké, we even zien. Of kan dat niet? Nee, dat kan niet zeker. Oh, nee, joh. Dat kan niet eens. Je kan er wel rook achter zetten. Dus dat... Oh, je kan niet eens de wielen aanpassen. Oké, deze auto is best wel scare. Maar even kijken wat we ervan hebben kunnen maken. We hebben alleen de kleur kunnen aanpassen. En in de binnenkant van de auto hebben we ook wat dingen kunnen aanpassen. En dat bedoel ik natuurlijk de motor en zo. Hij heeft nu wel het geluid is nu wel beter. En hij rijdt ook veel sneller nu. Oh, mijn god. Oh, holy damn. Moet je kijken dan. Hij rijdt nog best wel lekker, hoor. Ik had niet verwacht dat we deze auto zo goed hadden kunnen oppimpen. De binnenkant kunnen we niet oppimpen. Dat is wel jammer. Maar moet je kijken dan. Er zit ook letterlijk een turbo in. En oké, dit is echt een off-road auto ook. Nou, ik moet zeggen, zo... Oh, ik botste tegen dat ding aan. Zo slecht is hij dan ook weer niet. Maar we hebben natuurlijk ook gele lampen eronder. Die zien we bijna niet. Maar ja, het is natuurlijk wel een skere auto. Moet je kijken hoe dat ding eruit ziet. Het ding ziet... Kijk, laten we even uitstappen. Dat ding ziet... een soort van Mr. Bean auto is het. Het is echt zo'n oude... Voor een oude mensenauto of zo. Ik weet niet. Ik vind het een gekke auto. Ik vind hem niet zo heel mooi, denk ik. Maar ja, het is ook het goedkoopste autootje. Dus laten we naar de duurste gaan. Laten we deze auto even mooi hier parkeren. Kijk, mevrouw, wilt u deze mooie auto hebben? Ik heb hem opgepimpt. Turbo op die mevrouw daar, ja, in het blauwe pakkie. Mevrouw, auto is helemaal van u. Oké, we gaan even naar deze kasteel. Dat lijkt wel een mooi kasteel. En dat komt mooi uit, want ik zie daar ook allemaal mensen in hetzelfde pakje staan. Oké, geen idee waarom. Maar dit kasteeltje gebruiken wij mooi om even op de telefoon te kijken wat de duurste voertuig is in GTA 5. En voornamelijk een auto natuurlijk. Hier hebben we de site, de website van de duurste auto's. We hebben hier natuurlijk een hele mooie voorpagina natuurlijk van een mooie Lamborghini, dus dat zegt al genoeg. Hele dure auto's dus. Maar laten wij eens even gaan kijken wat voor dure auto we kunnen kopen. En dan moeten we natuurlijk ook heel duur dragen. Nee, oké. We gaan gewoon even kijken. We hebben hier een off-road auto. Oké, deze prijzen zijn heel wat anders wat ik zo net heb gekocht. Deze kost bijna €1 miljoen. 7 ton. We hebben hier ook een auto dat lijkt niet een enorm mooie auto, maar die kost ook gewoon 2 ton. We hebben hier ook een of andere gekke auto en die kost ook 7 ton. Echt heel veel geld. 700.000 euro. Deze auto lijkt er al wat meer op, hè. 2,2 miljoen euro. Holy damn. We hebben hier natuurlijk nog een motor. 6 ton. Waarom ook niet. We hebben hier nog een auto. 2 miljoen. Oké, maar deze is op dit moment nog het duurste. We hebben hier nog een auto. €1 miljoen ongeveer. Deze 2 ton. Oké. Deze auto ziet er heel gek uit. Met allemaal stickers of zo. 9 ton. Doe maar. Alsof het niks is. Hier hebben we 4 ton. Hier hebben we 3 ton. 5 ton. Hier hebben we 7 ton. Een of andere Lamborghini. Dit is nog niet eens de duurste, joh. Dit lijkt het best. De leukste. Maar deze is het duurste. Oké. Oké, deze is het goedkoopst, denk ik. €90.000. Oh, deze is ook het goedkoopst. Maar dat is natuurlijk een motor. Wat? Wat is er gebeurd met deze auto? Is dat een bug of zo? Is het een glitch? De Tour Fate Set Type. Oftewel, die kostte €10 miljoen. Die auto kost €10 miljoen. Wat? Je kan er met 2 personen in. En moet je kijken wat voor gekke dat auto dat is. Dat je hier voor €10 miljoen betaalt. Waarschijnlijk omdat het een hele unieke auto is. Maar moet je even kijken dan. Dit is tot nu toe de duurste. Maar hier hebben we nog een auto. Hier hebben we nog een auto. Hier nog één. Dit is ook mooie. Deze kost 8 ton. Dit is 1 miljoen. Is ook wel veel. 5 ton. Oké. En deze kost 3 ton. Oké. Goed, we gaan hem gewoon even sorteren. En ik weet natuurlijk al ik weet natuurlijk al het uitslag. Want dat is waarschijnlijk... Ja, we hebben het hier gesorteerd op de prijs. En de duurste prijs is deze. Dit is de duurste auto van GTA 5. Bizar. En we hebben hier natuurlijk nog één. Dat is de één naar duurste. En een heel groot verschil. Dus iets van €8 miljoen verschil ongeveer. Maar ik moet zeggen, ik vind deze auto veel mooier. Maar deze auto is het duurst. En we zouden gaan kijken welke het duurst was. Dus deze is het duurst. Dus deze gaan we kopen. In het wit gaan we hem kopen. En we gaan hem gewoon orderen. En we hebben nu €10 miljoen besteed aan het... Zo'n auto. Moet je kijken dan. Thank you for shopping. Oh mijn god, de achterkant ook. Het is echt zo'n ouderwetse auto of zo. Ik weet niet. Het is wel heel erg netjes. Maar goed, laten we kijken wat we hebben gekocht. En ja hoor, we hebben hem gekocht en hij staat hier voor mijn neus. Ja, je gaat het niet geloven, maar dit is daadwerkelijk de duurste auto van GTA 5 in story mode natuurlijk. En hier voor ons staat ook een hele mooie auto. Dat lijkt wel op een Lamborghini, maar ja, deze kost gewoon €10 miljoen. Oké, laten we deze mensen even inhalen en laten we gewoon deze witte gekke auto maar even omtoveren naar een hele mooie auto bij Los Santos Customs. Ik moet wel zeggen, hij gaat wel heel snel.
wel voor deze auto. Ik bedoel, ja, het is misschien moet ik er ook maar even aan wennen of zo. Hij rijdt best wel lekker. En hoe ziet de binnenkant eruit? Ja, heel erg luxe. Of ja, hoe moet je zeggen? Heel erg. Ja, hoe moet je dat even zeggen op een goede manier? Heel netjes. Maar ja, ik vind het wel een aparte auto. Ik denk dat jullie daar wel mee eens zijn, denk ik. Ik weet het niet. Ik verwacht eigenlijk dat er een Lamborghini het meeste kostte. Maar oké. We zijn nu binnen. En misschien dat we hier nog wel een enorm mooie auto van kunnen maken. Ja, het is ook wel een mooie auto of zo. Ja, het is een rare auto. Ik weet niet. Maar we kunnen deze helemaal upgraden natuurlijk. Want ja, dit ding kostte toch voor mij heel veel geld. Dus laten we even de engine aanpassen. We kunnen de grill aanpassen. Oftewel de voorkant. Nou, dat doen we gewoon het duurste. We kunnen ook daadwerkelijk de lampen veranderen. Dat er een stukje, dat er een hoes voor zit of zo. Oké, ik heb geen idee waarom, maar dat gaan we gewoon doen. We kunnen ook de hoed aanpassen. We kunnen oftewel de motorkap kunnen we aanpassen. Oké, dat gaan we ook doen. De toeter, die gaan we natuurlijk ook veranderen. Ja, en natuurlijk de lampen. Ja, ook. Kunnen we ook neon doen? Nou, dat ziet er niet heel mooi uit, denk ik. Oké, we kunnen nog een zwarte, ja, wat kunnen we allemaal doen? Respray? Ja, we kunnen hem ook een ander kleurtje geven. Maar ja, ik denk niet dat dat zo bijzonder is als we hem een andere kleur geven. Oké, we kunnen de zijkanten veranderen. We kunnen hem een turbo geven. We kunnen de wielen wel veranderen. We kunnen de wielen veranderen op een sportieve manier. Maar deze auto is op zich niet heel sportief. Dus ik vind het een beetje gek om deze sportieve wielen te geven. Kijk, deze wielen die lijken er meer op. Dit zijn van die wielen die lijken echt precies op de auto. En die horen ook echt bij de auto, denk ik. Ja, we hebben hier ook van die dollartekens. Ja, dat is op zich wel grappig. Laten we gewoon die dollartekens doen. Waarom ook niet? En we kunnen de kleur van de banden ook aanpassen. Ja, dan moet natuurlijk wit zijn, hè. Want ik bedoel, de hele auto is wit. En we kunnen de ramen ook aanpassen. Dat het zwarter is. Oké, dat gaan we gewoon doen. En ja hoor, dit is het uitslag geworden. Dit is het eindresultaat geworden. Een hele aparte auto. Maar de duurste auto van GTA 5. 10 miljoen euro betaal je hiervoor. Kijk, dan heeft een of andere turbo. Hij klinkt wel heel tof. En hij rijdt ook wel redelijk rap naar voren. Oké, ik ben er tegenaan geramd. Ja, oh nee, allemaal krassen op mijn auto. Nee! Maar wel hele mooie dollartekens wielen. Ja, ik denk dat dit gewoon puur een auto is om te flexen. Maar ja, ik heb een 10 miljoen euro auto, maar mijn auto ziet er niet echt uit dat die 10 miljoen euro kost, denk ik. Ik weet niet, ik heb geen idee. Ik snap echt niet waarom deze 10 miljoen euro kost. Maar ik moet wel zeggen, we hebben hem wel mooi kunnen upgraden. De voorkant natuurlijk, die grill. De lampen hebben we kunnen aanpassen. De snelheid. Ik weet niet, misschien heeft het ook wel wat. Ik heb geen idee. Maar laten we nu een hele mooie auto gaan kijken. Uitkiezen. Want ik bedoel maar, deze auto is wel de duurste auto van GTA 5. Maar misschien dat er nog wel andere auto's zijn die nog ook duurder zijn. Dus laten we even op andere websites kijken. En trouwens, ben je al geabonneerd op dit YouTube kanaal? Zo niet, doe dat zeker dan even. Het is gratis. Want 70% van de kijkers, 70% van jullie, is gewoon nog steeds niet geabonneerd. En dat is echt heel veel. Dus waar wacht je op? Abonneer. Het is gratis. 70% van jullie zijn nog niet geabonneerd. Dus ik zou zeggen, abonneer. Dan kunnen we makkelijk naar die 50.000 abonnees. Ja, ben je geabonneerd? Ja? Ja, ben je geabonneerd? Dankjewel. En knal natuurlijk zeker ook even op een blauw duimpje omhoog. Ja, heb je dat ook gedaan? Dankjewel. Oké, we zijn op de website natuurlijk. En we hebben hier natuurlijk ook een website van de militaire dingen. Dus hier hebben we allemaal auto's die van de militairen zijn. Ja, die kost ook 3 miljoen euro, die tank. Maar ja, een tank is niet echt een auto. Die hebben natuurlijk ook een auto. Die kost ook veel geld. Maar niet. Maar dat is niet zo goed. Oh, hier hebben we natuurlijk fietsen. Maar ja, dit is de goedkoopste site. Ja, weet je, ik wil eigenlijk wel gewoon kijken wat de één na duurste auto is. En dat was natuurlijk op deze site. En dat is deze auto. De T20. En deze auto ziet er wel uit alsof het de duurste auto is van GTA 5. Maar blijkbaar is dat dus een andere auto. Maar ik wil deze auto wel even kopen. Want deze auto lijkt gewoon het tofst. Deze pakt mij meer. Ik vind deze sportiever eruit zien en het duurste eruit zien. Dus laten we deze gewoon kopen. Mooi in het wit. Let's go. En ja, het spijt me meneer de auto, deze auto. Ja, deze auto heeft ook wel wat. Maar die T20 die wat minder duur is. Gewoon 8 miljoen euro minder duur is dan deze. Dus ongelooflijk. Maar die vind ik wel mooier. Oké, ik heb hem dus gekocht. Alleen we moeten nog even wachten totdat hij hier is. En hij staat er al. Hij staat er letterlijk al. Hier is hij dan. Ja, geweldig. De deur kan ook gewoon zo open gaan. Moet je even kijken. Ja, dat ziet er wel heel tof uit hoor. Dat is echt veel anders dan deze auto. En even kijken. Even een rondje doen. Wat staat er op de... Wat? Wat staat er op het kenteken? Even lezen hoor. Abonneer. Op het kenteken staat gewoon abonneer. Ik denk dat jullie moeten gaan abonneren. Ik denk dat de auto dat graag wil. En het is ook nog eens een keer gratis. Dus waar wacht je op? Abonneer. Maar oké. We hebben hier een hele mooie auto. Een hele mooie witte ook weer. Ja, het is de witte gang natuurlijk. En laten we deze auto ook even oppimpen. De één na duurste auto in GTA 5 storyline. Story mode bedoel ik. Deze auto is ook gewoon veel toffer. Hij schiet ook gewoon vlammen uit de pan. Hij natuurlijk de uitlaat. Dus doei doei auto. Die auto kost gewoon 10 miljoen euro. Ik snap het nog steeds niet. Maar deze auto gaat volgens mij ook gewoon veel sneller. En is ook gewoon veel mooier.
mooier. De binnenkant is ook gewoon veel mooier. Dus laten we deze auto ook gewoon even oppimpen. Ja, deze is ook gewoon veel sneller. En wat? Er gaat zelfs een spoiler automatisch uit de achterkant van de auto. Moet je kijken dan. Nu als ik traag rijd, gaat de spoiler weg. Maar als ik nu hard ga rijden, dan gaat de spoiler weer tevoren komen. Kijk, dan komt hij weer omhoog. Oh, dat is tof. Ja, ik snap wel waarom dit de mooiste auto is. Ja, misschien is dit niet de duurste auto. Maar we kunnen hem misschien wel upgraden naar de duurste auto. Maar misschien kan dat wel. Misschien kunnen we zoveel geld aanbesteden dat het uiteindelijk toch nog de duurste auto wordt. En daar komen we maar op één manier achter. Want we zijn nu namelijk bij de Customs, Los Santos Customs. En we kunnen de Amor aanpassen. Oftewel dat de auto sterk genoeg is. Dat hij niet zomaar in de vlam gaat. We kunnen de remmen aanpassen naar race rems. We kunnen de bumper aanpassen. We kunnen zelfs de bumper aanpassen. Dat kon zo net niet. We konden zo net niet de bumper aanpassen. Oké, we gaan hem in het carbon doen. De carbon is een echt een hele dure stof. Oké, we kunnen de rare bumpers doen. En welke zin is, wat is dit dan? Oh, we kunnen letterlijk de... Oh, dit is tof. Ja. Dit is heel erg vet. Dit is heel erg vet. We kunnen de engine aanpassen, oftewel de motor. En de motor ligt ook achterin de auto, hier. Die hebben we nu het sterkst gemaakt. Oké, we kunnen zo straks zo hard rijden. We kunnen de uitlaat beter maken. We kunnen de hoed aanpassen, oftewel dat hier een gat komt. Oh nee, dit kunnen we aanpassen. Ja, er is zoveel meer mogelijk om aan te passen. De lampen kunnen we natuurlijk aanpassen in het blauw. Ja, dat ziet er heel tof uit. Neon hoeft op zich niet voor mij. Hier staat natuurlijk, kunnen we de mooie bord kunnen we aanpassen. Naar het zwart abonneer staat er mooi in het geel. We kunnen hem ook resprayen. Ja, is dat nodig? We kunnen hem een of andere kroonkleur geven. Ja, dit is natuurlijk heel duur. Maar ja, we kunnen hem allemaal gekke kleuren gaan geven. Ik moet zeggen, wit. Ja, op zich kunnen we... Maak hem gewoon rood. We gaan hem gewoon rood maken. Ja, dit ziet er wel heel vet uit hoor. Op deze sportieve auto. Mooi veel kleurtje. Maar we kunnen natuurlijk ook een tweede kleur instellen. Even zien welke is dat. Oh, dat is de binnenste kleur hier al. En volgens mij is dat ook de kleur van de bumper. Ja, dat is ook de kleur van de bumper. Ja, waar gaan we die naartoe veranderen? Gewoon zwart, denk ik, toch? Ja, carbon black. Ja, dat ziet er tof uit. We kunnen het dak zelfs aanpassen. Moet je kijken dan. Er zit er een gleufje op het dak, zodat we nog sneller kunnen rijden. Ja, dit is tof, man. Ik snap niet waarom deze auto niet duurder is. We hebben hier nog een zijkantje. Ja, wat de heck. Daar kunnen we zoveel aanpassen. We kunnen zelfs een turbo nog opzetten. Dan kunnen we de wielen aanpassen. En ik wil gaan zeker even de wielen aanpassen. Natuurlijk op een sportieve manier. Dit zijn natuurlijk de sportieve wieletjes. En even zien, wat is de duurste wiel? Ik vind deze er wel heel mooi onder staan. We gaan die gewoon doen. Oh, we kunnen ook een merk op doen. Oh, dat gaan we ook doen. Oh, dit is echt een dikke raceauto. We kunnen de ramen getinter maken als een limo. En we gaan naar buiten en we gaan kijken wat het eindresultaat is. En dan gaan we hem natuurlijk even uittesten. Dus waarschijnlijk is dit gewoon de snelste auto van GTA. En die gaan we even uittesten. De één na duurste auto. Want de duurste auto ziet er echt enorm gek uit. En die kon ook niet eens heel snel rijden. Maar hier hebben we hem dan. De duurste auto. Of nee, de één na duurste auto van GTA 5. En hier kunnen we... Oh, moet je even kijken wat voor geluid eruit komt. Ja, dit is, ja, naar mijn mening wel echt een hele dikke auto. En automatisch komt er een spoiler uit. Ja, oh, dat is gaaf. Mooie kenteken. Ja, ik moet zeggen, dit vind ik toch wel de mooiste auto, hoor. Lampjes aan. Moet je kijken dan. Dikke McLaren lijkt dit wel. Mooi in het rood. En laten we naar het vliegveld gaan om deze uit te testen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik snap niet waarom die andere witte auto, die ouderwetse auto, 10 miljoen euro kost en deze maar 2 miljoen. Deze 2,2 miljoen natuurlijk. Ik snap het niet. Deze auto gaat ook nog eens een keer 10 keer sneller. En hij rijdt ook gewoon 10 keer beter. En er komen ook nog eens een keer vlammen uit de pan. En hij heeft een mooi kenteken. Er komt een spoiler uit de achterkant. Oh, er komt ineens een auto aan de rechterkant. We gaan deze auto gewoon even uittesten. En hij ziet er ook veel sportiever uit. We kunnen er ook veel meer op aanpassen. Moet je kijken naar die voorkant. Oh, dat ziet toch tof uit. Ja, ik snap het echt. Oh, een roze auto staat er ook. Dat is trouwens ook een mooie auto. Moet je kijken dan, wat voor mooie roze auto hier staat. Oh ja, dat is ook een gave auto hoor. Ja, chapeau. Maar deze auto is nog mooier. Ja, wat is dit dan? Ik snap echt niet waarom die andere auto 10 miljoen euro kost. Moet je kijken dan hoe hard deze auto gaat. Oh, we gaan het zo meteen even uittesten op de woestijn airport. Oftewel het vliegveld. Oké, hier zijn we. Met de mooie McLaren lijkt het wel. De mooiste auto vind ik hier in de game. Moet je kijken dan. Oh mijn god. En we zijn in de woestijn. En we gaan er gewoon uittesten hoe snel deze auto is. Oké, laten we het uittesten. Met de 3, 2, 1, go. Er is hier een vos. Oké, we gaan uittesten hoe snel deze is. Holy shit. Dit is wel heel snel. Holy god. Moet je kijken dan. Moet je kijken hoe snel deze auto gaat. Moet je kijken. Oh. Wat doen we allemaal? Oh. Hij is wel gecrashed. Oh mijn god. Ik flipte hem helemaal. Maar even eerlijk. Hoe snel gaat het ding? Moet je kijken dan. Ja, ik snap echt. Dit is echt een geweldige auto. Laat hem nog eens een keer even uittesten. Zelfs achteruit gaat hij nog redelijk snel. Oh, we gaan hem weer uittesten. We gaan hem weer uittesten. 3, 2, 1, go. Let's go. Ja, we gaan echt enorm snel. We gaan echt enorm snel. Holy. Oh, wat? Wat? We gaan echt enorm snel. Oh. Wat gebeurt er allemaal? Oh, wow. Oké. Oh, jeetje. Oh, nee. Oh, wat? Oké, laten we deze ramp nemen. Oh, tegen de lantaarnpaal aan. Oh. Deze steen. Laten we deze steen gebruiken. Of deze steen. Let's go. Oh.
dat was een beetje een anticlimax. We rollen van de steen af. Maar wat gaat deze snel, zeg. Oké, okay, go, 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 go. We kunnen hem niet eens normaal op de weg houden. Oeh, oeh. Oké, okay, laten we de snelweg proberen. Oké, okay, de snelweg. Let's go. Holy damn. Oh, dit ding is niet om te... Dit ding is niet te besturen, man, bijna. Zo snel gaat hij. Oh, 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 oh. Go, go, go. Rij, 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 rij. Oh, moet je kijken dan hoe snel die gaat. Holy shit. Holy shit. Insane. Insane. Ja, dit is wel een hele andere koek vergeleken met die goedkoopste auto. Oh, oh, oh. Tegen de reclamebord aan. Oké, okay, we zijn nu op de andere kant van de snelweg beland. Oké, okay, we gaan even nog vol gas. We gaan even nog vol gas. Oh, oh, dit is toch insane. Dit is insane. Oké, okay, kijk even, kijk even, kijk even, kijk even, kijk even. Oh, 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 oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Oké, okay, ik moet snel uit deze auto stappen voordat ik me zometeen zelf helemaal kapot rijd. Maar deze auto, holy shit. Dit is echt heel anders dan die goedkoopste scooter en die goedkoopste off-road auto. En wat staat er op de achterkant? Abonneer. Inderdaad, abonneer natuurlijk zeker even op dit YouTube kanaal nog. Hey, al heb je even genoten van deze video, vergeet even niet even te smashen op dat blauw duimpje hoog. En vergeet even zeker niet even te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Later.